Oh, jij zei een ezelsbruggetje. Car, de melk, cars. Deze hou ik. Ik zo slecht in. Nee! Ja, dat was mijn ezelsbruggetje. Hallo allemaal, ik ben Rutger en wat leuk dat je naar deze nieuwe februari video kijkt met vandaag als special guest... Lise Mike. Hoi! Yay, wat gezellig dat je er bent. Ja. Nou, de laatste keer dat wij eigenlijk een video opnamen was denk ik... In Vietnam. Dooie vogeltjes eten, ja, weet ik het allemaal. En ik dacht, we gaan weer samen een video opnemen. Dus dan gaan we ook weer iets met eten doen. Precies, om een beetje herinneringen terug te halen. Ja, precies. Alleen, nou, over herinneringen gesproken. Nog meer herinneringen, want we doen de Lunchbox Challenge. Waarschijnlijk heb je ooit wel de basisschool gezeten. En dan bestaat de kans dat je wel eens een lunchbox hebt meegekregen. Kreeg jij die mee vroeger? Ja. Ja, maar ik ook. Werken dus wel met normale dingen hoor. Ja, precies. Want vandaag gaan we om de beurt eventjes naar achter. We hebben namelijk allebei boodschappen gedaan. We hebben lekkere dingen gehaald en niet lekkere dingen. En die verdelen we over deze twee lunchboxes. Dus stel je voor, ik doe hier iets lekkers in en ik doe hier iets vies in. Dan kom je weer terug en dan ga je elkaar eigenlijk ervan overtuigen van... Nou, hier zit iets lekkers in of hier zit iets lekkers in. De ander moet er dan eentje kiezen en dan neem je een hap van wat erin zit. Dus de kans bestaat dat je een heerlijke lunch hebt. De kans bestaat dat je een verschrikkelijke lunch hebt. Eigenlijk hetzelfde als vroeger. Heb jij een beetje goede pokerface? Laat ik gewoon maar ja zeggen. Oké, okay, ja. Jij? Ja, ook. Oké, okay, nou dat hoop ik. Niet. Als je in ieder geval veel zin hebt in deze video, geef het dan zeker eventjes een duimpje omhoog. En vergeet natuurlijk niet te abonneren op mijn kanaal, dan mis je nooit meer een nieuwe video. En laten we dan heel erg snel beginnen. Wie gaat er als eerste iets halen? Ik. Ja? Ja. Oké, okay, spannend. Ja. Oh, straks hebben we trouwens ook nog de drankronde. Nou ja, drinken. Hele mooie bekers. Ja. Spanning en sensatie. Oh, daar komt ze hoor. Oeh. Nou, wat heb je meegenomen voor lunch? Ja, ik heb... Even denken, hoe ga ik het uitleggen? Hierin... Ja. Een hele vieze worst. En ik zag net dat er een van haar witte schimmel op zat. Gadver. En hierin heb ik ook smaak nodig. Kokosmacronen of een worst. Maar, echt? Ja. Oh nee. Oh, ik haat van die gedroogde worsten. Oh, dat vind ik echt het vieste wat er is. Gadver. Ja, het zag gewoon heel vies uit. Ik weet niet wat voor worst het überhaupt is. Oké. Okay. Je wees een beetje, het zag er vies uit. Je deed een beetje naar die. Op zich? Ja, volgens mij ben je door de mand gevallen. Ik ga voor deze. 100%. Oké, okay, we maken hem open. 3, 2, 1. Ah! Je hebt jezelf verraden. Nee! Yes! Nee! Kokosmacronen. Kijk nou even! Gadver! Dat witte! Hé? Ja, kijk dat witte erop. Gadver, dat hoort niet. Nee, dat hoort sowieso niet. Maar de houdbaarheidsdatum is mei 2018. Oh. En dit witte... Stinkt ook echt. Gadver! Nou, hoe wist je dat nou? Ja, nou, je deze van. Je wees per ongeluk van. Ja, er zit witte schimmel op. Ik weet niet, je deed gewoon. Oh, echt? Je deed zo naar die box. Ik heb misgesneden. Oh. Ja, nou. Dit is nog best veel. Proost. Ja, ja niet tegen haar. Heel veel als je dit eet. Ik ben toch echt wel benieuwd wat dit nou is. Ja. Gadver! Ik denk niet dat dat hoort. Nee, dat hoort sowieso niet. Mmm. Kan best hoor. Bot. Eeuw, wat zit erin? Een vetbobbel. Er zit iets hards in. Oh ja, ik heb flubber. Mijn wurf heeft dat doen. Ja, ik zie het. Het is echt heel vies. Een soort kauwgom. Oh, ik ga er echt uit doen als ik dit eet. Gadver. Oh, ik ben zo blij dat ik die niet heb. Jeetje, als ik dit had opgegeten, was ik morgen dood geweest. Echt waar. Oh. Ik heb het in mijn mond gehad. Dat vind okay. ik genoeg. Nou, ja, dat zeg ik ook altijd. Dat was ronde 1 dan. De dozen gaan dicht. Ik neem ze mee. Ja. Tijd voor de tweede ronde. Je moet wel even die hele worsten uitgooien. Ja, ja, oh ja. Nee, die laat ik gewoon weer zitten voor lekker. Je. Lekker. Volgens mij zit het achter mijn beugel. Nu al klaar. Ik heb niet eens wat gehoord. Nou... Oh, ik ben nu zelf vergeten wat waarin zit. Oh nee. Nee, dat meen je niet. Ja, ik weet het zelf niet meer. Oké, okay, nou. hier, je gelooft het nooit. Oh god. Zit een maestro burger. Oké. Okay. Van de McDonald's. Huh? Ja. En hier
zitten uien? Oké, nou vind ik het een beetje moeilijk. Dus ja, je mag zelf kiezen hoor. Ik bedoel... Ik ga toch ruilen. Ga je ruilen? Ja. Ja. Oké. Okay. Ja. Echt? Oké, okay. Nou ja. Dan maken we hem open. In 3, 2, 1... Die had ik al gehaald voordat we hadden afgesproken. Oh! Nee! We zijn alleen naar Albert Heijn geweest. Ja, dus jij dacht, je hebt nu gewoon wat verzonnen om het lekker te maken. Heel, oh, heel blij. Een barstam. Wat sneaky. En ik zei nog, spaar me een beetje. Wat zijn dit überhaupt? Ja, uien. Oh, uien. Oh, ja. Heerlijk. Asker. Oh, dit is zo erg. Oh. Bedankt, ik had gewoon de waarheid gesproken. Jongen, jongen. Nou, eet smakelijk, ja, hè. Jij best ook. Lunch ever. Ja, mmm. Mmm. Zoveel saus. Ja, hier ook. Allemaal sap. Ja. Mmm. Oh, nee. Nee. Er staat allemaal laag. Er komen allemaal bolletjes uit. Bolletjes. Maar weet je wat, misschien moeten we het even wegspoelen met iets te drinken. Ja. Neem jij de geweldige bidonflesjes mee? Ja. Dan kunnen we het zo wegspoelen. Inderdaad. Oh, ik hoop zo niet dat je iets van karnemelk hebt. Dat zou het ergste zijn. Nou, de flessen okay, zijn gevuld. De prachtige bekers. Ik heb er hier eentje. Wat was het nou? Oh ja, ik had een inspruchtje. Oké. Okay. Ik heb hier eentje met Fernandez. Mm-hmm. En ik heb hier eentje met karnemelk. Nee, heb je echt karnemelk? Ja. Hoe heb je dat nou weer? Hoe wist je dat het vies vond? Ik vind het zelf ook heel ranzig. Oh, gadver. Oh, nee. Oh, jij zei een ezelsbruggetje. Karnemelk, kars. Oh my god, ik heb je door. Dit is echt dom. Kijk, je hebt een karsbeker. Deze hou ik. Ik ben er zo slecht in. Nee! Ja, dat was mijn ezelsbruggetje. Je bent zo dom! Nee! Okay. Oh, ik ga dit nooit meer doen! Maar is het echt waar? Oh ja, nou dit ziet er als Fernandez uit. Nou... Zo dom! Kars, karnemelk! Waarom zei ik dat? Oh, dit was echt mijn nachtmerrie geweest. Karnemelk. Oh, het is zo dik! Oh nee... Oh! Wat ver! Ik wil geen karnemelk op mijn tafel, dan ruikt mijn huis altijd... Oh, naar karnemelk. Het zit soms op mijn haar. Nou, proost. Zuur. Dit is zo zoet. Dit is heel zuur. En... Lekker, hè? Ja, super lekker. Nou ja, na karnemelk moeten we natuurlijk weer even iets lekkers eten om het weg te spoelen. Ik ga even wat halen. Ja, spannend. Om het hier makkelijk te maken, ja? Heb ik ook even gebruik gemaakt van een ezelsbruggetje. Oh, oké. Okay. Want... Wat hierin zit, dat heeft dezelfde kleur. Namelijk spruiten. Rauw. Ik haat spruiten. Nee, ik ook. Echt als heel goor. Als er iets is wat ik vies vind, is het wel spruiten. Dus, maar hier zit dan echt het lekkerste in, wat je maar kan halen. Namelijk sushi. Oh. Ja. Oh, wat gaat het worden? Oké, okay. Gaat toch reulen? Oké. Okay. Oh nee. Oh nee, ik voel dat het al licht is. Ja? Oké, okay, wacht. Weet je het zeker? Nu kan je nog ruilen. Ja, ik weet het zeker. Echt? Ja. Weet je het heel zeker? Ja, ja! Begin maar! Anders... Oké. Okay. Nee, ik heb je nu nog proberen over te halen. Oké. 3, 2, 1... Nee! Yes, 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 yes! Nee! Oh, yes! Oh, ben ik blij dat jij er... Je hebt echt een hele goede poker. Echt? Even serieus, want ik ging echt nog twijfelen. Kan je dit rauw eten? Volgens mij niet hoor. Deze groente bevat een kleine hoeveelheid stoffen die giftig zijn en die geneutraliseerd moeten worden door ze te koken. Oh, ik haat... Kijk, weet je wat het is? Spruit is zoiets, zo'n soort van... Iets alsof je dat vies vindt, omdat iedereen dat vies vindt. Precies, maar dit is oprecht. Nee, ik vind het oprecht. Ik heb het geprobeerd. Ja. Je gaat ook echt de tijd nemen met dat lekkere soja. Oh nee, valt veel. Wat hard? Zo! Oh! Ew. Het is lekkerder rauw, denk ik, dan gekookt. Serieus? Ja. Nou, verras me. Ik heb het deze keer ook met een speciale hint gedaan. Oh, alweer. Alweer? Ja, dat ben ik niet anders van jou gewend inmiddels. Ook met kleuren. Hier zit namelijk rode kool in. Oh en ja. En dat is ook wel ooit paars. Gadver, dat vind ik zo vies. En hier zit een heel lekker toetje in.
Echt? Ja. Wat voor toetje? Met van die sprinkles. Oh. Met de bovenkant, weet je. Oh, lekker. Ja, heel lekker. En waar zat hij nou in die? Oké. Oh, dit is zo moeilijk. Ik kon het echt niet zien deze keer, Aya. Nee, ik denk dat je het nu hebt omgedraaid. Ik ga voor deze. Oké, dit was wel... ik weet het niet. Ik draai om. Ja. Ja. Oké, 3, 2, 1. Nee! Nee, 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 nee. Je was zo overtuigd van, oké, maak maar open. Dus ik dacht, nee, dit is niet goed. Godverdamme. Bonduel, rode kool met... Oh, met appel. Dat is lekker. Dat scheelt, ja. Ik heb kan je dit rauw eten? Weet ik eigenlijk niet. Ik vind rode kool echt... Je hebt toevallig wel echt de dingen die ik heel smerig vind. Ja, maar ik vind het zelf ook gewoon heel goor. En dit is we hebben echt favoriete dezelfde toetje. Jeugd gehad, denk ik. Ja, ik dezelfde trauma's ook. Ja. Oh, en dat is zo lekker wat ik nooit kreeg. En dit, dit moest. Gadver. Eet smakelijk. Nou, nu plas ik ook rood. Morgen of straks. Ik weet niet precies hoe lang ze... Nou, wel een test. Ik eet meer. Hoe lang duurt zoiets? Echt? Nee, tuurlijk niet. I don't care. In deze heb ik een fruitsapje. Okay. Namelijk framboos, peer en nog iets. Ik weet het niet meer. Lekker. Rood fruit. Okay. En in deze water. Oh, hè? Uit een tonijnblikje. Oh, echt heel goor. Het is echt, als ik dit verkeerd doe. Oh. Ja. Tonijn, fruit. Oh, is het moeilijk. Je zit echt heel erg psychologisch te denken van wat zou je wel en niet doen. Hou het zo. Ja? Ja. Oké. Okay. Pak maar een glas erbij. 3, 2, 1. Ja! Oh shit, nu weer. Ik was te blij. Godverdamme. Yes! Yes. Oh. Dit is echt niet goed. Niet goed. Nee. Want dit gun ik echt niemand. Nee. Heel vies. Hallo. Wat? Oh. Jammer, ik dacht misschien zie je het niet. Mag ik? Oh. Je hebt me gewoon helemaal op. Holy shit. Wow. Godverdomme. Dit is zo echt. Eeuw. Oh, bah. Alsjeblieft. Wat heb je? Ik heb... hier... nee, ik heb hier... En ik heb hem bij mij gezet, want ja, ik wil hem gewoon heel graag. Ja. Een heerlijk punt appeltaart. Oeh, maar ja. Echt gewoon een groot stuk. Oké. En hier heb ik ook een heerlijke complete maaltijd. Namelijk olfariet, oftewel babyvoeding. Oké. Met rundvlees. Oh, nee! Nee, ik dacht zo'n fruithapje is nog wel te doen. Nee, nee, nee. Het is echt de hardcore babyvoeding. Ja. Als baby heb je het waarschijnlijk ook op, dus het moet gewoon te doen zijn. Nee, weet je wat? Nee, ik ga het toch zo houden. Omdat je expres nog zei, die wil ik heel graag. Oké, okay. 3, 2, 1. Ik heb de appeltaart. Je had gewoon Nee, je had het nog wel goed ook. Dubbele pokerfeest tegen. Wat zit er allemaal in? Tomaat, rundvlees, wortel, aardappel. Heerlijk. Nou, alles wat deze kleine meid nodig heeft. Super fijn. Wel raar dat babyvoeding zo moeilijk open gaat. Ja, ik ben voor school hier, zie jij het maar. Maar dan kunnen baby's toch nooit openmaken? Nee. Waarom ruikt alles gewoon... Dit ruikt oprecht naar die spruiten, vind ik gewoon. Ja. Yo, het is die structuur. Ja, de structuur. Ik dacht dat het super zacht was, maar het is gewoon echt... Het is soort hard. Dat geef je je kind toch niet? Nee, dat kan toch nooit goed zijn? Het heeft niet eens een smaak. Nee? Nee, maar dat is juist heel vies. Omdat je gewoon niet weet wat je eet. Nou, als jullie geen genoeg konden krijgen van deze video, geef de video dan zeker eventjes een duimpje omhoog. Ik vond het in ieder geval heel erg leuk. Jij ook? Ik ook. Ondanks alles. Ondanks dat ik de... We hebben wel een beetje 50-50. Ja, precies. Het was niet de keer dat ik heb gewonnen, vond ik het leuk. Ja. En bij dit soort dingen... Ik ga je natuurlijk ook vragen om het
Ultimate YouTube Fanshirt te signeren. Leuk. Met alle handtekeningen van alle YouTubers die in februari zijn geweest. Die staat erop, de andere signeren we natuurlijk zo meteen. Ook nog, dus als je kans wil maken, laat dan zeker eventjes... Dankjewel. Een reactie achter onder deze video en wie weet, win je hem? Maar we hebben natuurlijk nog een video opgenomen. Ja, ja. Die staat op jouw kanaal. Wat hebben we daar gedaan? Precies. Ja, hoe moet het uitleggen? Okay. Finish the lyrics. Finish the lyrics, maar dan 2.0. Manier. Ja, precies dat. Ja. Nou, dus die kun je zien op het kanaal van Lize. Klik zo meteen even in het eindscherm op Lize of check de link in de beschrijving. En dan bedank ik je heel erg voor het kijken. Zie ik je gewoon morgen weer met een nieuwe video met een andere gast. Maar tot die tijd, stay fearless. Doei doei! Dag.